Hoi, vandaag ga ik je 5 irritaties aan Netflix laten zien. Maar voordat we gaan beginnen wil ik je nog eventjes vragen om deze video een dikke duim omhoog te geven. Maar dan op een hele speciale manier. Gebruik daarvoor namelijk de knokkel van je pink. Oeh, dat is best wel lastig. Dus ik wens je er heel erg veel succes mee. En vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier zul je namelijk altijd op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Mega handig is dat. En Netflix is natuurlijk super geweldig leuk. En ook een heel klein beetje verslavend. Maar aan alle leuke dingen zit er natuurlijk ook een negatieve kant. En die ga ik je laten zien in de video van vandaag. Misschien kan jij je hierin ook vinden. Maar dit zijn in ieder geval mijn 5 irritaties aan Netflix. Tijd voor Netflix. Even kijken wat er allemaal beschikbaar is. Oeh, Frozen. Dat is een leuke film. Alleen niet voor vandaag. Oeh, ik heb een idee. Ik sla hem gewoon op in mijn lijst en dan bekijk ik hem later. Oh ja, Frozen. Nee, die ga ik niet vandaag kijken, maar heel binnenkort. Waar heb ik vanavond zin in om naar te kijken? Dat was ik helemaal vergeten. Oké, morgen ga ik een filmavond maken en dan ga ik hem zeker weten kijken. Eindelijk tijd om Frozen te kijken. Popcorn erbij en go! Wat? Oh nee, wat is er gebeurd? Nee. Waar is het? Oh, het moet hier ergens zijn. F-R-O-Z-E-N. En enter. Nee! Oh my god, het is echt de beste serie op Netflix. Je mist echt iets. Echt? Oké. En het beste eraan is dat er 10 seizoenen zijn. Je moet het nu gaan kijken. Weet je wat? Bedank me morgen maar. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, Suzanne. Oké, ik ga nu meteen beginnen. Veel plezier. Doei. Doeg. Oh, Robert. Je bent zo sterk. Ik hou van je spierballen. Dankjewel. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Ja, de manier waarop je die pot appelmoes opende. Ik word er helemaal wild van. Ja. Potten appelmoes zijn heel moeilijk om te openen. Ik ben zo blij dat je hier bent om mij te helpen. Heb je nog ergens anders hulp bij nodig? Ja, kan je mijn heg snoeien? Met jouw spierballen is dat vast heel makkelijk. Natuurlijk kan ik dat. Robert kan alles. Oh, wauw. Ik ben zo onder de indruk. Blijf je mee eten? Vanavond serveer ik appelmoes. Wow, wat een geweldig gerecht. Natuurlijk, ik heb nu al honger. 20 minutes later. Jannie, ik ben klaar met de heg. Oh, je bent mijn held. Ja, wil je mijn spierballen weer zien? Ja, Robert. Ja. Karen, geloof me, het is de slechtste serie die ik ooit heb gezien. Ik kon de eerste aflevering niet eens afkijken. Het was gewoon pijnlijk. Zo slecht. Oh, wacht even. Ik krijg een ander belletje. Hey, Suzanne! En, wat vond je van de serie? Oh my god, het was zo ontzettend goed! Ik heb meteen het eerste seizoen gebingewatched. Wauw! Oh, ik wist dat je het leuk zou vinden. Wacht even, ik kom eraan. Dan kunnen we de rest van de 9 seizoenen samen kijken. Alsjeblieft. Ik denk dat er iemand in mijn huis is. Hallo? Hallo? Okay.
99%. Here we go. 20 minutes later. Stomme Netflix. Oké, Willy, wat zullen we gaan kijken? Ik weet het niet. Is er iets wat jij specifiek wil zien? Nee, ja, het maakt mij echt totaal niet uit. Weet je wat? Kies jij maar. Even kijken. Incredibles 2? Oeh, ik moet Incredibles 1 nog kijken. Oh. Kissing Booth. Nee, die heb ik al gekeken. Misfit dan? Is dat niet met die YouTuber? Greatest Showman? Nee. La La Land? Nee. Aquaman? Saai. Deadpool? Nee. Avengers? Mwah. Coco? No, no. Star Wars? Nee. Oké, ik geef het op. Ik weet het helemaal niet meer. Weet je wat? Kies jij maar de film. Wat wil jij kijken? Ja, weet ik veel. Het maakt mij echt totaal niet uit. Weet je wat? Kies jij maar. Oh, mijn favoriete serie. Yes, ik zit er helemaal klaar voor. Let's get started. Ha. Oh nee, dat was de laatste aflevering. Wat ga ik nu doen met mijn leven? Ik vraag me af of er een nieuw seizoen aankomt. Yes! Ze zijn bezig met seizoen 7. Oeh, zo gaaf. Ik kan niet wachten. Ik ga deze bank niet verlaten totdat seizoen 7 er aankomt. Oké. Day 2. Day 3. Day 4. 2000 years later. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En er is één manier waarop je dat kunt bewijzen. Namelijk door de vraag van vandaag te beantwoorden. En je ziet hem misschien al wel aankomen, want die is... Wat is jouw favoriete serie of film op Netflix? Laten we zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik je natuurlijk in de volgende video. Doei!